Dat zijn het, ja. Zolang wij geen serieus beleid voeren, niet tot bepaalde besluiten komen of zelfs maar een begin maken van een dergelijk beleid. Ik denk ook dat die aanpak dan via Tunesië, dat uiteindelijk toch een weinig gelukkig soort van oplossing is. Idem dito, die Turkije-deal natuurlijk. Ja, Europa kan niet tot een gezamenlijk beleid voeren. Maar je ziet ook dat als je uit Europa stapt, zoals Engeland, hè, een van de hoofdredenen van de Brexit was natuurlijk het stoppen van de immigratie. Immigranten werden ook in Engeland vaak uitgescholden van ga terug naar je eigen land, klootzak en dat soort van dingen. En nou ja, Engeland is eruit gestapt. En nou ja, dat heeft A ertoe geleid dat er niemand meer is om de aardbeien te plukken. Dat is misschien ook wel leuk om dat even toch aan te stippen. En B blijkt natuurlijk dat je naar Engeland wel heel vrij eenvoudig met een boot kunt varen. Ik heb ooit in Dover naar de overkant gekeken. Nou, ik wil niet zeggen dat ik het moeiteloos zou kunnen zwemmen, maar ver is het in ieder geval niet. Er zijn nu doden gevallen. Ja, waarschijnlijk stom, een verkeerd bootje. Dat is allemaal een beetje krakkemikkig, maar in principe, als je dan maar een goede boot hebt en je neemt niet voor een boot met 40 mensen, 400 mensen mee, dan kun je zo naar de overkant varen. Want de boten zijn vaak te vol. Denk aan die Engelandvaarders van ons. Het is niet ver weg, Engeland. Op een zonnige dag, met een geen al te veel golfslag, vaar je zo naar Engeland toe. Ja, maar is er iets aan het te doen? Het gaat om tienduizenden mensen, begreep ik. Die zijn allemaal ondergebracht in hotels in Engeland. Ze weten helemaal niet wat ze ermee aan moeten. Ja, waarschijnlijk worden ze teruggestuurd. Ja, je weet dat dan juist het terugsturen een hot item is. De kwestie is dat met name veilige landers, dat de veilige landen niet bereid zijn om die lui terug te nemen. Die hebben meestal hun papieren weggegooid. Dat hoort schijnt erbij bij die immigratieproblematiek. En ja, ze willen ze niet terug hebben, dus wat doe je er dan mee? Maar zie jij een oplossing? Wat kunnen we eraan doen? Nee, ik zie op zichzelf geen oplossing. Aanvaarding dat het probleem bestaat en proberen om het probleem zo fatsoenlijk mogelijk in te bedden, in te kaderen, om het maar even zo te noemen. Maar je vindt het wel goed dat... Kijk, zolang de omstandigheden bestaan waar die emigratie uiteindelijk uit voortkomt, zal, en die omstandigheden zullen voorlopig blijven bestaan, zal die emigratiebeweging ook niet afgestopt worden. Ja. En die mensen komen hier niet omdat ze het hier zo... Ja, ook wel omdat ze het hier hopen fijn te vinden. Maar natuurlijk voornamelijk omdat dat in de landen waar ze vandaan komen weinig perspectief is. Of je permanent bedreigd wordt met de dood. Ja. Er zijn er verschillende fases, hè? Dus dat ze inderdaad weggaan en dan willen ze weg. En dan heb je natuurlijk die smokkelaars die er natuurlijk ook misbruik van maken, want die vragen... Jazeker, het is dus ook een interessant verdienmodel. En dat gaat dan niet veilig, want dan zitten ze in lekke bootjes of in vrachtwagens waar de... Ja, maar goed, stel voor je woont in een of ander West-Afrikaans land. Daar is sprake van een sterke, snelle bevolkingsgroei nog steeds. Die demografische transitie heeft zich daar nog niet voor gedaan. Dus ja, je bent een jonge man en het is zo klaar als een klontje dat je geen emplooi hebt. Dat je een volstrekt toekomstloos leven tegemoet gaat. Ja, zou je dan ook niet denken, je kijkt voortdurend naar de televisie, want die hebben ze daar ook. En je ziet dat de landen zijn weer ontzettend welvarende, gelukkige, fijne indruk maken. Omdat wij natuurlijk op de televisie altijd glimlachen. Eigenlijk zouden ze wat meer naar de Nederlandse tv moeten kijken. Naar jou vooral. Nee, voor die bozigheid. Hè? Ja. Dat ze merken dat hier iedereen altijd boos is. Boos. Hè? Ja. Boos, zijn we boos. Maar wat jou betreft, Kate, die mensen moeten wel geholpen worden als ze in die bootjes omslaan. Ja, dat vind ik, ja. Ja, zo is gezegd. We hebben die getalsmatige opsomming gedaan. Er zijn dus uiteindelijk in Nederland enkele tienduizenden asielzoekers. Daadwerkelijke asielzoekers. Nou, dan heb je die veilige landers, waarvan dus volgens de berekeningen slechts 2% zich misdraagt. En het beste zou zijn om al die veilige landen een stuk terug te sturen. Dat is Marokko en dat soort van landen. Maar ja, die willen ze niet hebben. Ik weet ook niet precies wat je daaraan moet doen. Je kunt ze moeilijk uit het vliegtuig gooien, zoals in Argentinië. Ja, we hebben nou eenmaal afgesproken dat we ons toch proberen fatsoenlijk te gedragen. En
Nou ja, ik zou zeggen dat een groot deel van onze immigratiepolitiek al volstrekt onfatsoenlijk is. Maar goed, dat heb je ook. Je zult zien, dan krijg je een heleboel opmerkingen dat ik er allemaal niks van begrijp. En moet dat dan maar zo? En welke kant moet dat op? Nou ja, misschien moet ik erop wijzen dat autochtone Nederlanders, als er geen immigratie was, niet waar, dat er een vrij snelle bevolkingskrimp zich zou voordoen. Ja, dan krijg je die opmerkingen van, nou, als Van Rossum het over de geschiedenis heeft, dan vind ik hem interessant. Ja. Laat hem daar maar zich bij houden en niet over allemaal andere dingen mee gaan zitten praten. Ja, terwijl ik wil best nog een geschiedenis van de immigratie, wil ik ook best doen. De hele Nederlandse Republiek zou zonder immigratie helemaal niet een gouden eeuw hebben gekend. Dat dreef op een zeer omvangrijke immigratie. Eerst van Vlamingen natuurlijk, vanwege Antwerpen. En vervolgens natuurlijk een enorme influx van arbeidskrachten in die dynamische economie van de Republiek. Ja, u gelooft het ongetwijfeld niet, maar het is toch zo. Wij zijn in allerlei opzichten zijn wij een product van immigratie. Hoeveel mensen zijn er nog niet die ooit, laten we zeggen, als huurgenoten binnen zijn gekomen? Wat hebben we? Nog in de 19e eeuw was er een omvangrijke arbeidsmigratie uit Duitsland naar Nederland. Dat duurde tot Duitsland zelf zich industrieel had ontwikkelen. Immigratie is een probleem van alle tijden en alle plaatsen. Ja. Zolang er grote welvaartsverschillen bestaan tussen de ene plek en de andere.